Goedemorgen lieve mensen, goed dat jullie allemaal weer kijken naar een nieuwe vlog van mij. De zondagmorgen praat, of de zondagmorgen vlog. Na het hardlopen in het bos. Ging vandaag niet zo heel erg lekker. Maar kijk, dat komt door Dida. Het was lekker op tijd begonnen. Om 8 uur ben ik opgestaan. Alleen het was gisteren eigenlijk iets te laat geworden. Ik ging iets te laat naar bed. Nou, dat betaalt zich dan meteen uit in het lopen. Maar goed, uiteindelijk ben ik toch gegaan. Daar gaat het om. Heel belangrijk. Dat je dan toch zegt van ik ga. Dan merk je gewoon dat je net wat slaaptekort komt. Of ja, gewoon te laat in bed. Misschien 1 biertje te veel. Omdat ik met 3 biertjes op heb over de hele avond. Dus op zich valt er nog best wel mee. Maar ja. Pak blijkbaar wel aan. Nogmaals het weer, temperatuur. Ik weet niet hoeveel graden dat nou is. Ik zal even kijken in de auto. Als ik hem aan heb. Zo, hoppakee. Ga ik even hier in de houder plaatsen. Dat vind ik altijd een last. Zo. Nou. Maar nogmaals, ik zal even gaan kijken. Hij geeft op mijn dashboard aan nu al, dus de 10 voor 10, 25 graden. Dus ja, enigszins snap ik wel dat het dan iets minder goed gaat. Maar goed, we zijn er. We hebben het weer gehaald. Ga ik daar even eitjes pakken. Even eitjes halen bij de eitjesboer. Ook dat heb ik al een keer verteld. Waar die zit, dat die erg lekkere eitjes heeft. Dus dan gaan we eventjes mooi 2 doosjes halen. Want, dames en heren, het is vandaag Vaderdag. En wat doet vaders dan? Die gaat gewoon hardlopen. Ja, ook dat vind ik dat daar een beetje bij hoort. De jeugd die ligt vaak toch nog lang op bed. Die liggen lekker te ronken. Dus ja, dan zegt de vader van ik wil gewoon mijn lopen aanhouden. Ja, dan sta ik vroeg op. Dan ga ik gewoon hardlopen en dan kom ik dadelijk thuis. Dan heb ik eitjes gehaald. En dan kunnen ze dadelijk een lekker eitje voor me maken als ik onder de douche ben geweest of zo. Zoiets. Nou ja, dat dus. Ik zal meer even. Zo, nou ja, eitjes halen, lekker. Altijd lekker. Kijk, 2 doosjes. Ja, we zijn natuurlijk met 6 man thuis. Of natuurlijk, we zijn met 6 man thuis. Dus dan wordt er nogal eens een keer een eitje kapot getikt. En als je dat, dat mijn jongste dochter nu tegenwoordig ook zelf eitjes kan maken. Dan maak je zo'n eierpannenkoek. Eitje klutsen. Beetje kruiden erin. In de pannenkoekje maken. Boterham. Lekker. Maar ja, omdat ze dat nu kent, willen ze nog wel eens een keer tussendoor gewoon een eitje maken. En dan gaat het natuurlijk hard om de eitjes bij te houden. Qua hoeveelheid. Maar goed, daarentegen. Vind ik dat niet erg. Ik vind het wel leuk dat ze het kan. Dat ze het doet. Ik was 13 natuurlijk. Maar dit jaar 14. Dus dat vind ik al wel grappig. Maar goed, oh ja, Vaderdag. Ja, wat de rest van de dag gaat worden, weet ik dus nog niet. Dat zie je straks al. Maar ja, ik heb mijn zondagmorgen al erop zitten. Dus we gaan wel kijken wat we doen. En vanmiddag natuurlijk Max Verstappen kijken. Ik deed gisteren erg goed bij de kwalificatie. Ja, ook ik ben een beetje Max fan, niet zo'n heel erg super Max fan dat ik alles heb van hem of iets dergelijks. Maar ik volg het wel. Nou, dan krijg je natuurlijk dat issue van het volgende seizoen. Met die nieuwe aanbieder. Die Grand Prix heeft overgenomen. Of tenminste, heeft betaald. Ja,
ik weet niet of dat ik dan zoveel fan ben dat ik daar dan nog een keer extra voor ga betalen. Je betaalt wel voor van alles en nog wat aan abonnementen en nog het een en ander. Dat er ook weer bij. Tja. Tja. Dat weet ik niet. Hangt een beetje af van de prijs. Maar als ik dan hoor dat ik dadelijk bij spreken 16 euro per maand moet gaan betalen. Tenminste, daar ging een gerucht op. Dat ongeveer die prijs zou zijn. Dat gaat dan echt niet worden. Nog niet misschien. Dat heb ik dan weer niet voor. Zo'n erge fan ben ik dan ook weer niet. Dus ben ik een... hoe noemen ze dat dan? Een populariteitsfan. Of hoe dat je het dan ook mag noemen. Eentje die dan niet echt als fan beschouwd kan worden. Maar gewoon als het leuk is en als het goed gaat, dan juicht hij voor alles. En als het dan niet goed gaat, dan is het ook zo weg. Nou, zo is het niet helemaal. Ik volg het wel. Ik heb hetzelfde met voetballen. Ik ben eigenlijk al vrijwel mijn hele leven ben ik PSV-fan. Ik ga ook niet. Ik ben eigenlijk pas sinds dat ik een zoon heb en hij op een gegeven moment de leeftijd had om naar een stadion te kunnen, ben ik voor het eerst naar het stadion gegaan. Maar wil dat dan zeggen dat je dan geen fan bent van een club of van de club? Je bent niet alleen maar fan of supporter van een club omdat je alles van die club in beheer moet hebben of in bezit moet hebben. Of dat je iedere wedstrijd moet gaan bezoeken. Of dat je constant iedere zondag, zaterdag of elke wedstrijd dan maar gaat kijken. Ja, dan ben je super fan, dan ben je echt supporter. Maar ik ben ook supporter. Daar zit het. Het zit met je gevoel. Wat voel je bij de club? Of bij de activiteit of wat dan ook. Daar gaat het om. En het gaat niet om alleen maar... je bent alleen maar fan als je alles van die persoon of die club of wat dan ook spaart of een huis hebt of whatever. Nee. Je bent fan op de manier zoals jij het voelt. En wel vind ik dat het dan moet zijn in voor- en tegenspoed. Dus ja, met PSV gaat het de afgelopen jaren niet zo heel erg best. Maar dat wil niet zeggen dat ik ze niet steun. Niet zeggen dat is niet steun. En zo is dat met Max ook. Als Max een paar keer slechte races heeft gereden, daar baal ik gruwelijk van. Dat vind ik erg jammer. Maar is het dan zo dat ik dan de volgende race niet meer ga kijken? Nee, dat niet. En dan erbij heb ik de... Nou ja, ik wil niet zeggen pech. Wat ik dan ook heb, ik heb zondagmorgen bij Juliane Malde doe ik de verzorging. Nu is het natuurlijk het voetballen is het niet geweest. Dus dan heb ik ook de zondagen om te gaan kijken naar Formule 1. Natuurlijk, als straks de competitie weer begint. Of we beginnen met de voorbereidingen en we moeten dan met voetbal iets doen. Ja, weet je, dan kan ik niet kijken. Dus dan moet ik daarna gaan kijken of ik moet iets doen. Maar ja, goed, dat is waar ik dan, dat zijn weer mijn keuze. Neem niet weg dat ik natuurlijk altijd geïnteresseerd ben om de uitslag natuurlijk. Nou, ik ben weer thuis. Ik zeg, dit was mijn korte zondagpraatje weer. Zoals gewoonlijk ga ik die straks weer op het YouTube kanaal zetten. Dus nogmaals, fijne zondag. Fijne vaderdag voor de vaders die eventueel kijken. En dan zeg ik, blauw duimpje omhoog. Even abonneren op dit kanaal. En dan volgende zondag weer. Oh, overigens, vorige week zondag op 2 schalen gestaan. 99,7. Yes! Dus onder de 100 kilo. Eerste target is gehaald. Tweede target, of tweede doel die ik nou gesteld heb, is dat ik nu ergens rond de 95 kilo wil gaan wegen. 95 kilo. Dat is mijn volgende streven. Dus onder de 100 is gered. Ik ben benieuwd wat het dadelijk doet op de weegschaal. De afgelopen week ging niet helemaal lekker met eten en met wat snoepwerk. Heb ik een klein beetje laten gaan. Maar goed, we zullen het zien. Als ik niks ben afgevallen of juist ben aangekomen, eigen schuld, mea culpa, kan niks doen. Dan moet ik volgende week maar even harder gaan werken. Ik zeg nogmaals, fijne vaderdag, fijne zondag en tot de volgende keer.